En toen kwam er een brief terug van Rome, blijkbaar, want dat heb ik later gehoord. Van dat broeder Simons, die was in de problemen. Maar als bisschop Bluisena maar veel ging bidden met broeder Simons, dan zou het wel overgaan. Het zal ook niet uitgezonden worden in Friesland, denk ik. Hè. Over, als ik 100 jaar geworden ben, want ik word 100 jaar, Toesje wou 100 jaar geworden, want haar opa was 99 geworden. Nou, Toesje is pas 70 geworden, dus nou ben ik verplicht om 100 te worden. Als ik 101 ben, wat doe ik dan met dat beeld? Wat doe ik met die schilderijen? Wat doe ik? Maar goed, dat is mijn probleem dan niet meer. Hè? Harry Simons, van oorsprong afkomstig uit Hilvarenbeek, maar al lang woonachtig in St. Dunis. Maar laten we even vooraan beginnen. In jouw jeugd zat je nog in Hilvarenbeek. Ja. En toen? Ik ben geboren in 1941. En ik ben de oudste van 10. Dus mijn jongste zusje is net 65 geworden. En in Hilvarenbeek ben ik op de lagere school geweest. Ik was misdienaar in Hilvarenbeek. En dat vond ik heel leuk. Vooral, kijk, de eerste mis door de week, die was om 6:30. Dat was niet zo gezellig. Want zeker in de winter, dan maakte mijn moeder mij wakker om 6:15. En dan aankleden en dan moest ik naar de kerk. En we woonden dicht bij de kerk, maar het was hartstikke donker. Dus ik kreeg op een gegeven moment, kreeg ik een zaklamp om de weg te zoeken. Als menneke van 8 of 9 jaar was dat, hè. Maar het was vooral leuk natuurlijk, vond ik. Zondags de hoogmis, als je die moest dienen. Met wierook en met de pastoor die met de wijwaterskwast rondging, met de asperges mee en zo. Dus ik denk dat ik toen 10 was of zo, heb ik al tegen mijn vader en moeder gezegd, ik wil priester worden. En toen zei mijn oma, die zei, jongen, dan moeten we naar de paters gaan hier in Tilburg. Dat is veel goede kopper als het seminarie van het bisdom. Maar daar had ik geen zin in. Ik wilde kapelaan worden. He, net als de kapelaan die we in Hilvarenbeek hadden, kapelaan Harks. Want kapelaan Harks, die was 23 toen hij in Beek kwam. Die voetbalde met ons. Met zijn lange rok en zijn hoge schoenen. He, dat wilde ik ook. Dus ik ben met mijn 12 jaar, 53 al, ben ik naar het klein seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel gegaan. Werd er toen ook al geronseld? Dat heb ik nooit meegemaakt. Ik heb dat wel gehoord van anderen. Dat dus paters, congregaties en ook broeders, en misschien zusters ook wel, dat weet ik niet, dat die dus naar de lagere scholen toe gingen om daar reclame te maken van kom bij ons, kom bij ons. Maar dat heb ik nooit mee. Dat wil zeggen, dat weet ik niet meer of het geweest is. Toen heb je die opleiding gevolgd, die is 6, 7 jaar geweest. 7 jaar, ja. En toen? Toen ben ik overgestapt naar het grootseminarie en dat is dus vlakbij waar jij vertelde. Bij Vught, bij Haren. Tussen Haren, tussen Tilburg en Den Bosch. Het is een jaar of 4 geleden afgebrand, hè? Helemaal afgebrand. Daar heb ik dus op het grootseminarie gezeten. Daar waren toen in die tijd, er waren 6 jaargangen waren er. De eerste 2 was filosofie en de laatste 4 was theologie. En ik denk dat er totaal zo'n 120 studenten zaten. Het was normaal dat in de zomer, in juni meestal, eind mei of begin juni, dan was de priesterwijding in de Sint-Jan in Den Bosch. En dan waren er zo rond de 15 jonge mannen die priester gewijd werden. Hè? Nou, wij zijn dus subdiaken gewijd in 65 door bisschop Bekkers. En het jaar daarna zijn wij priester gewijd met 15 man door bisschop Bluisen. En daarna ben ik benoemd tot kapelaan in Reuzel. Reuzel ten zuiden van Tilburg en ten westen van Eindhoven. 2 kilometer van de Belgische grens. Hè, waar we toen trappistenbier van Westmal gingen halen, want dat was in Nederland nog niet te koop. En daar ben ik 11 jaar geweest. Na 11 jaar ben ik overgestapt naar Malden, bij Nijmegen. En daar stond Toesje, mijn vrouw, die stond op de eerste rij van het jongerenkoor. En hoe gaat het dan? Zelfs met priesters, dan worden verliefd. Hè? En dat heeft een half jaar geduurd. Maar ik had geen zin, ik kon dat ook niet. En Toesje wilde het ook niet om daar een stiekeme relatie van te maken. Dus wij wilden geen stiekeme relatie. Dus dan heb ik gezegd, oké,
als het dan zo is, dan ga ik ontslag vragen aan bisschop Bluijsen. En dan gaan wij trouwen. Dat noemen ze uittreden? Dat noemen ze uittreden, ja. De toog aan de kapstok hangen, heette dat vroeger. Nou, dat is dus, bisschop Bluijsen moest dat doen, dat kon je zelf, want hij moet in Rome moet dat goedgekeurd worden, hè. En bisschop Bluijsen heeft dat aangevraagd aan paus Johannes Paulus II uit Polen. En toen kwam er een brief terug van Rome, blijkbaar, want dat heb ik later gehoord, dat broeder Simons, die was in de problemen, maar als bisschop Bluijsen nou maar veel ging bidden met broeder Simons, dan zou het wel overgaan. Maar ja, het ging niet over en ik wou het ook niet over laten gaan, hè. Dus ik denk, nou ja, dan maar niet. Toen zijn wij samen gaan wonen in 80, zijn wij samen gaan wonen in Groesbeek. Want Touchy was dus hoofdleidster van de kleuterschool toen, van de Stekkenberg in Groesbeek. Later is ze op de Stekkenberg in de basisschool hoofd van de school geworden. En ik heb toen altijd tegen Touchy gezegd, ik zou best in Afrika willen werken. Ja, waarom? Omdat ik was er 3 of 4 keer geweest. Ik was in 73 was ik in Kameroen geweest, bij missionarissen op bezoek, 4 weken. Toen zijn we in 76, ben ik met Jos Korf, mijn vaste reisgenoot, die was kapelaan in Bokstel, zijn we naar Kameroen geweest. In 76, en in 78 ben ik in Tanzania geweest. En in 78 ben ik nog een keer in Kameroen geweest. En in 79 zijn we in Tanzania geweest. En Matushi zei altijd, ja luister eens, ik ga niet naar Afrika. Allemaal spinnen en slangen en malaria en daar begin ik niet aan. En toen zijn wij in 86 zijn we op vakantie gegaan naar Kenia. Eerst naar Nairobi, Kenia. Vanuit Nairobi zijn we naar Kipkelion, een dorpje in de bergen gegaan. Dat was 1 uur of 4 rijden. Want daar woonde een nicht van mijn vader, Ton Simons. En Ton Simons was daar gevraagd om daar een ziekenhuisje te runnen. Die was verpleegkundige op het ziekenhuis in Tilburg. En de paters van Koningshoeve, de trappisten, hadden een abdij gesticht in dat dorp. En die hebben dus ook voor de mensen die daar woonden, in die buurt, in die bergen, wilden ze een gezondheidscentrum. En er zocht dus iemand die dat kon leiden. Dat deed Ton Simons. Daar zijn we toen geweest. Later zijn we dus toen vanuit Nairobi weer naar Tanzania gegaan. En toen logeerden we 2-3 dagen, geloof ik, in Same, het bisdom Same, in het huis van de bisschop. En toen op een gegeven moment kwam die missionaris waar wij op bezoek waren, Ad Thijssen, pater van Gimmert. Die kwam 's morgens en die zei, ik heb het er gisteren met de bisschop over gehad. De bisschop wil jullie inhuren als ontwikkelingswerkers. Oh, dat is prima. Dan gaan wij kijken of we in Nederland daar sponsors voor kunnen vinden. En dat was toen CMC Sebemo. Dat was een katholieke medefinancierings. Nee, die zond mensen uit. CMC Sebemo zond mensen uit. En dan kreeg je dus een klein salaris. Maar dan kreeg je ook ziektekostenverzekering en nou, al dat soort van dingen. En toen zijn wij in 87 zijn wij naar Tanzania vertrokken. Dus Touchy kreeg onbetaald verlof voor 3 jaar. Dus als het niet zou bevallen, dan zou ze binnen die 3 jaar terug kunnen komen. En dan werd ze weer hoofd van de basisschool op de Stekkenberg. Maar dat is er nooit van gekomen. En we hebben uiteindelijk 10 jaar in Tanzania gewoond. En dat was een rijke ervaring. Dat was, ja, dat kun je wel zeggen. Wij waren de enigste witte natuurlijk in het dorp. Of natuurlijk, nee, dat was gewoon zo. En het dorp was de totale gemeente, net als hier in Sint-Tunis, zei, ja, ik durf het bijna niet te zeggen tegen iemand die uit Wanderooi komt, maar als Sint-Tunis de centrale woonplaats is, dan zijn er Stevensbeek en Westerbeek en Oplo en het Leker en Landhorst en Wanderooi. Hè? Nou, zo was ons dorp Kishiwani was het centrale dorp van de gemeente, maar ik denk dat de totale gemeente 10.000 inwoners had, hè? En allemaal een andere kleur als wij. Dus we konden ons ook niet verstoppen. Ik bedoel, en terug uit Tanzania? Dan en toen terug, in 1997 zijn we teruggekomen uit Tanzania. En toen hebben we onverwachts kwamen we terug. En toen hebben we eerst bij familie gelogeerd, 2-3 dagen.
En toen zei een nicht van Toesje, die zei, God, kom maar in mijn huisje wonen. Die was vrijgezel, kom maar in mijn huisje wonen, dan ga ik wel bij pa en moe wonen. En daar hebben we ruim een jaar gewoond. Toen hadden we een bijstandsuitkering van de gemeente, omdat wij zeiden, ja, maar wij gaan terug. Maar dat bleek niet te kunnen. Ik bedoel, dat is een heel verhaal. En daar zat de president van Tanzania, had er nog mee te maken, dat wij niet terug mochten. Dus dat was in 98, Pasen 98, toen zei die ambtenaar van de gemeente, die zei, God, Harry en Toesje, neem me niet kwalijk, maar jullie zitten nou al bijna een jaar in de bijstandswet en er is voor Toesje als onderwijzeres, is er werk zat. Dus alsjeblieft, ga weer solliciteren. Nou, toen is Toesje weer begonnen op een basisschool in Nijmegen en dat heeft ze gedaan 4 maanden geloof ik. En toen in 98 september, na de vakantie, toen is ze naar een praktijkschool gegaan in Nijmegen. En uiteindelijk is ze dus vanuit die praktijkschool, waar ze dus als lerares werkte, is ze toen gevraagd om in Wijchen hoofd van een directeur van een praktijkschool te worden. Zat Toesje toen ook al in de kunst, zeg maar? Toen is ze weer begonnen. Ja. Ze heeft, maar in Tanzania kon ze niet schilderen. Er was niks om te schilderen. Ja, er waren allemaal mensen om te schilderen, maar er was geen verf, geen kwast. Ja, je kon een pot verf kopen en een kwast. Maar dat was alleen te koop in Nairobi. En in Nairobi was, dat is een beetje typisch Engels, dat is watercolor painting, waterverf schilderijen maken. En die heb ik hier ook nog een paar hangen. En die heeft ze wel gemaakt, want dan kon je papier kopen in Nairobi en waterverf en een kwastje. En dat heeft ze wel gedaan. Maar in Malta is ze eigenlijk weer begonnen met schilderen. En toen woonden we dus in een tussenwoning en dat was goed genoeg, prachtig. Ik had er een mooie serre aan laten bouwen en zo. Maar toen zat ze te schilderen bovenop zolder. En de zolder van een tussenwoning, die is misschien 5-6 meter breed. En dat loopt dan met een spits dak. Dat is helemaal niet erg, maar ze maakt hele grote schilderijen. Ik bedoel, de meeste zijn 80 bij 100 of zo, hè? Geen kleine schilderijtjes. Dus daar had ik rekken voor gemaakt om die schilderijen in te zetten. Maar ja, als je die dan eruit haalt of weer erin zet, dan beschadigt dat en zo. En toen hebben we gezegd, nou, dan moeten we iets anders gaan zoeken. Nou, toen hebben we een kring getrokken rond Wijchen, waar zij werkte. Ik was toen al gepensioneerd. Toen een kring getrokken rond Wijchen van 25 kilometer. En gezegd, als we nou binnen die kring iets kunnen vinden. En toen op een gegeven moment via Funda kwamen we Sint-Tunis, het Pakhuis, kwamen we op het spoor, hè. En dat hebben we toen gekocht en een beetje verbouwd, niet zoveel, maar... En daar woon ik met heel veel plezier. Nu alleen, want Toesje is 3 jaar geleden overleden, hè? Dat was een bonkerslag, neem ik aan. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ze had een hersentumor en ze is 2 november in 18 is ze geopereerd. En 19 november is ze overleden, 17 dagen. Terwijl we huppelden samen het ziekenhuis binnen. Van, ik word geopereerd en dan ben ik er vanaf. Maar dat was niet zo. Dat was niet zo. En nou hangt heel mijn huis hangt nog vol met schilderijen van Toesje. Ik heb er nog 100, geloof ik. Ja. He? En die koester je? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja. Kijk, want er zijn heel veel mensen die zeggen, ik vind het een mooie schilderij. Maar het staat niet bij de bank. Ja, dan moet een nieuwe bank kopen, jongens. He? Natuurlijk. He? Of ze zeggen, ja, maar het is zo groot. Ja, ze zijn groot, dat klopt. Dat klopt. Ik verkoop er af en toe wel eens eentje, maar... Geen 3 op een jaar, hoor, maar... Dit is, ja, dat was voor jullie de oude Pakhuis. Ja. De ideale plek. Ja. En die hebben jullie ook met plezier gewoond. Tot ja, dat, doe ja, ik nog. En nog, gelukkig. Doe ik nog, ja. 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 Hoe ga je hier verder mee om in de toekomst? Ik heb net verteld dat ik in 41 geboren ben. Ja. Dus dit jaar word ik 81. Ja. Hoe moet ik er dan nog mee omgaan? Ik moet, ja, ik heb een testament gemaakt en een executeur testamentair en die moet het dan maar oplossen. Dan weet ik het ook niet meer. Maar je geniet er wel van? Ja, ja, zeker. 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 Zeker in relatie met herinneringen aan Toesje. Ja. En toen Toesje overleden is, nu heb ik hier in huis, hebben we het afscheid gevierd. Met 200 mensen, er konden 200 mensen hier in mijn huiskamer zaten, 200 mensen. Toen is ze gecremeerd en die as die heb ik meegenomen naar Tanzania en de as is begraven op het kerkhof van Kisiwani, het dorp waar wij gewoond hebben. Want ik heb ook nog 3 pleegzonen in Tanzania
Ja, dat is ook weer een verhaal. Op een gegeven moment, dat is geweest in 90. Toen woonden we er dus al een jaar of drie. En toen kwam er een man bij ons aan de deur. En die man, dat is een Balozi. En een Balozi is een, in het Engels heet dat een ten cell leader. Dat is iemand die door de regering, dat is iemand van de partij ook, maar goed, iedereen is bijna van de partij. En die man die wordt dus door de gemeenschap gevraagd om dus van 10, 12, 15, 20 huizen een beetje controle uit te oefenen. Dus die man, de Balozi, die let erop dat de mensen vegen rond hun huis. Want als je niet veegt, dan krijg je ratten. Die zorgt ervoor dat de kindjes die pas geboren zijn, dat die ingeënt wordt. Die zorgt ervoor dat de mensen een gat graven als wc en dat ze niet tussen de mais gaan zitten te poepen. Hè? Want daar krijg je ook allemaal rotzooi van. Nou, dat soort van dingen, daar zorgt een Balozi voor. Nou, die kwam bij ons en die zei, Harry Toesje, ik moet toch eens iets met jullie bespreken. Nou, Doka Mustafa heette hij. Een hartstikke goede vent, moslim, maar ik kende hem heel goed. Ik zei, nou, wat is er aan de hand? Ja, zegt hij, ik heb in mijn wijkje, heb ik twee jongens. Het waren er drie, maar eentje is er verongelukt. Die is uit een palmboom gevallen, die was dood. Maar ik heb twee jongens, die zijn nou 8, dacht hij. En de oudste, of 9 misschien. En de jongste is een jaar of 3, 4 jonger. En die hebben het heel slecht. Die hebben het vreselijk slecht. Die moeder is niet getrouwd. Wie de vader is, ja, ik zeg altijd een vrolijke voorbijganger, want die moeder is alcoholist. Dus die gaat s'avonds om 6 uur, 6:30 gaat ze naar de plaatselijke kroeg. Dan krijgt ze van kerels, krijgt ze lokaal bier aangeboden. Maar dan moet ze die kerels wel mee naar huis nemen. Nou, daar is Cosmas en Damiani zijn daar het product van, hè? Van dat feestje wat dan gevierd werd in de kroeg. En die zegt, maar die kinderen hebben het zo slecht, want die moeder, ze krijgen meer slagers eten. Die oudste van 9, Cosmas, die gaat 's morgens om 8:00, 8:30, gaat hij met 10, 12, 15 schapen en geiten, gaat hij de boes in. Die schapen zijn van andere mensen, maar hij is dan de herder van die schapen. Die komt om 5:00, 6:00 komt hij terug. Dan krijgt hij een paar dubbeltjes. Dan gaat hij maismeel kopen. En dan koopt hij maispap voor hem en zijn kleine broertje. Menneken is 9. Ja, dat is toch vreselijk. En toen zeiden wij, ja, maar Doka, wat moet er dan gebeuren? Ja, zegt hij, die kinderen zouden eigenlijk bij die moeder weg moeten gaan. En die moeder wil dat wel, want die jongens zijn alleen maar tot last. Die moeder heeft er niks aan, die wil naar de kroeg. Hè? Dat is het enigste. Ze is later ook aan AIDS overleden. Een jaar later is ze aan AIDS overleden. Hè? Maar zegt hij, ik heb een mevrouw hier in het dorp. Ja, die woont een beetje buiten het dorp. Die heeft al grotere kinderen. Die kinderen, ik geloof dat er nog maar 2 thuis zijn. En die wil wel voor die jongens zorgen. Maar, en toen zeiden wij, dat wisten wij, dat voel je dan aan. Maar, geld. Ja, zei hij, maar die mevrouw heeft niet voldoende. Alleen voor haar eigen kinderen, 2 kinderen en zichzelf. Ik zei, nou luister, als jij zorgt dat die 2 jongens, dat die bij die mevrouw opgevoed worden, dat ze daar kunnen wonen, dan zorgen wij voor geld. En toen hebben we een bedrag afgesproken, ik weet niet meer wat, maar dat was voor Nederlandse begrippen, was dat tamelijk weinig. Ik bedoel, misschien een paar tientjes in de maand of zo, ik weet het niet meer. Maar de oudste van die 2, Cosmas, dat had ik, die werd in het dorp werd die Matesso genoemd. En Matesso betekent lijden. En de tweede, die ik heb laten dopen als Damiani, want het is Cosmas en Damianus, hè? Cosmas, dat wisten we ook uit Groesbeek, de kerk van Groesbeek is de kerk van Cosmas en Damianus. Die Damiani heette oorspronkelijk Majuto. En dat betekent lijden. Dus de oudste zoon is Matesso, pesten. Nee, dat is pesten, ja. Damiani was Majuto. En de jongen die overleden is, die uit de boom gevallen is, die heette Masitekio, de spijt. Dus je hebt 3 kinderen die lijden, brouw en spijt heten. Ja, dat kan niet. Ja. En ik had in het doopboek wat ik in huis had, had ik gelezen dat die oudste gedoopt was als Cosmas. Ik zeg, dan heet jij voortaan Cosmas. En jouw broertje heet Damiani. Nou, maar die Cosmas, die zat dus bij die nieuwe moeder, zeg maar. Dan moest hij ook naar school in dat gehucht. Maar dat was hem veel te saai. Die jongen die was gewend om met zijn schapen en geiten de boes in te gaan, heel de dag. Die jongen die was gewend
als het vrijdagsmarkt was, om op de markt een banaan te jatten of een avocado of bij iemand 100 shilling te jatten. Dus dat was, Dus heel dikwijls kregen wij, ik denk dat we er wel in een jaar tijd wel 30 keer gehad hebben, dat we vrijdagavond het bericht kregen van die mevrouw van Kosmas is uit school niet thuisgekomen. Hij is naar Kisiwani gelopen, een kilometer of 4. Nou, dan kwam hij bij ons soms, of hij werd soms ook wel eens door kinderen gebracht. Dus hem aan de arm, met 4 man aan de arm, zei hier is Kosmas weer. En dat wij hem met de auto terugbrachten. Nou, dat. Dus op een gegeven moment, op een zondagmiddag, zaten wij voor ons huisje. En toen liep hij over het kerkplein. En toen keek hij naar ons. En toen zei ik tegen Touchy, ik zeg, als we hem nou binnenroepen, dan moeten we hem niet terugbrengen, want dat heeft geen zin. Maar als we hem naar binnen roepen, wat gebeurt er dan? Dan moeten we, we moeten er iets mee. En wij hadden zelf geen kinderen. En wij wilden geen kinderen. En ik heb altijd gezegd, of we hebben altijd gezegd, het risico bestaat dat als we 's morgens een keer wakker worden, dat er een schoenendoos voor de deur staat waar een babytje in ligt. Maar dat is nooit gebeurd. Nee, want ze hebben geen schoenendozen in Tanzania. Dus, maar goed, toen hebben we dus besloten, we spreken hem toch aan en we halen hem binnen. Nou, toen zat hij bij ons en toen zei ik, God, jij bent herder? Ja, hij was herder. Ik zeg, als je nou een schaap of een geit hebt die niet wil luisteren, wat doe je dan? Ja, die sluit ik op. Ik zeg, dan sluit ik jou nou op. En ik pakte hem zo bij zijn oor en we hadden een apart gebouwtje voor gasten. Er stond een bed in en een wasbak en een tafel en een stoel en er lag heel veel speelgoed voor kinderen ook. Heb ik hem zo aan zijn oor, heb ik hem naar het gastenverblijf, in dat gastenverblijf gezet. Ik zeg, nou sluit ik jou op. En ik deed de deur op slot. Een half uur. Want Touchy als onderwijzeres, die weet, als je hem opsluit, dan mag je wel even doen, maar je moet hem er ook weer uithalen. Dus toen ben ik, toen hebben we afgesproken, toen ben ik naar de buren gegaan. Die woonden aan de andere kant van de kerk, dus 100 meter. En daar hadden ze een Sefu, een zoontje, die even oud was als Kosmas. En die zat ook bij Kosmas in de klas. Ik zeg, Sefu, wil jij met Kosmas bij ons komen spelen? Ja, dat wilde Sefu wel, want wij hadden schriften, wij hadden kleurpotloden, wij hadden een bal, wij hadden blokkendozen, wij hadden poppen, we hadden allemaal spullen die mijn broer opstuurde. Dus toen heb ik Sefu ook in het gastenverblijf opgesloten, een uur. Nou, toen Kosmas er weer uitgehaald en toen is hij bij ons gebleven. Toen ging hij naar school en toen zat hij, op een gegeven moment zei hij, na een half jaar of zo, toen zei hij, ja, ik zit naast Sefu in de klas, maar mag Sefu een keer hier komen logeren? Ik zeg, van mij wel, maar als je hier wil blijven slapen, moet hij bij jou in bed slapen, niet bij mij in bed, want ik slaap bij Touchy in bed, hè? Dus dan moet hij in jouw bed slapen. Nou, Sefu die kwam op maandag na de school, maandagmiddag, die bleef slapen en die vond het interessant. Wij hadden een wc waar je op kon zitten en niet een gat in de grond. Hè? En als je daar iets gedaan had op die wc, dan moest je op een knopje drukken en dan kwam er water. Hè? Wat die wc schoonspoelde. En wij hadden een douche waar je onder kon gaan staan. En als je je wilde wassen, dan had je dus geen emmer nodig om je te wassen. Maar wij hadden, dat was nog wat. En we hadden, dat was nog het belangrijkste, wij hadden 3 keer per dag te eten. 3 keer. Dus Sefu mag nog wel een nachtje blijven, En toen na een dag of 4, toen zei Touchy, Sefu, je mag hier best blijven, maar dan ga ik nu even met jouw moeder praten. Dus Touchy ging naar die moeder toe van, Sefu die wil bij ons blijven. Hè? Hij is jouw kind en hij woont hier 100 meter van jou af. Nee, zei ze, Touchy, prima. Ik heb er nog 6 waar ik voor moet zorgen. Als jij Sefu op wilt voeden, vind ik het prima. En zodoende is Sefu ook bij ons gebleven. En die beschouw ik nou ook als mijn pleegzoon. Dus ik heb er 3. En ik heb 9 kleinkinderen. Dus ik moet elk jaar moet ik naar Afrika. Ja. Fraaie herinneringen, ja. Vertelt door Harry Simons in deze prachtige entourage van schilderijen in het oude pakhuis. Ja. Harry, wij nodigen jou uit, kies een schilderij wat je dierbaar is, wat je mooi vindt of waar je iets over kunt vertellen waarom je dat kiest. Nou, dit is een zelfportret wat Touchy gemaakt heeft. En ja, dat is natuurlijk, dat wil ik niet kwijt. Hè? En daarboven, aan de rechtse kant, dat is een schilderij uit een serie Vrouwen en Rozen wat ze gemaakt heeft. Daar heeft ze er toen een stuk of 12 van gemaakt, geloof ik. En ik heb er nog
twee of drie, geloof ik. In de kelder hangt er nog eentje en dit hangt er ook nog. En dit noemden we applaus. Dit is in mijn gevoel en haar gevoel was dat iemand die opgetreden heeft in een opera of in een toneelstuk of weet ik wat. En die dus rozen, een bos rozen krijgt en applaus. En daarnaast hangt dus een schilderij en dat zijn vrouwen in Afrika die dansen. En als vrouwen beginnen te dansen met een trommel, muziek, dan beginnen ze met hun slippers uit te doen. En die staan er onder bij, geloof ik, hè? Ja, daar onder links in de hoek. Daar staan de slippers. Nou, wat hebben we nog meer? Daar in de hoek, maar dat is een beetje donker, daar hangt een portret wat Tucci gemaakt heeft van Cosmas, de oudste zoon. Cosmas is nu 39, maar toen was hij 15, denk ik. En dat wil ik ook niet kwijt. En daarnaast, boven mijn televisie, dat is Jonas. En Jonas die was bij ons nachtwaker. Dus s'nachts dan zat Jonas, die zat op de bank bij ons bij de voordeur. Ja, nachtwaker. En Jonas die kwam, oorspronkelijk kwam Jonas uit Mozambique. Jonas was een Makonde uit Mozambique. En op een gegeven moment zei ik, God Jonas, ik zou... Ja, en Mozambique is dus 1000 kilometer vanaf waar wij woonden in Tanzania. Ik zeg, Jonas, ik zou best een keer met jou naar Mozambique willen, waar jij geboren bent. Oh, zo je toch makkelijk zat. Dan gaan we naar het zuiden. Dan stap je daar in een roeibootje en dan steken ze de rivier over naar beneden. Ik zeg, ja, maar luister, als ik met mijn witte kleur, ik moet wel een paspoort hebben, hè, en ik moet wel een stempel en ik moet dus wel via een officiële grenspost. Nee, dat was voor Jonas niet nodig, die kon dat zo. En dat komt, er was in ons dorp, er was een sisalplantage. Groot, een paar honderd hectare, denk ik. Maar de lokale bevolking wilde niet werken op die sisalplantage, omdat die hadden hun eigen akker met rijst en met mais. En die voelden daar niks voor. Dus toen zijn er, al voor de oorlog, zijn er al mensen geronseld als gastarbeider uit heel Oost-Afrika. Dus we hadden in ons dorp hadden we mensen uit Mozambique, we hadden mensen uit Kenia, we hadden mensen uit Rwanda, we hadden mensen uit Burundi. Want Cosmas is eigenlijk een Hutu uit Rwanda. Zijn grootvader is als gastarbeider met zijn gezin uit Rwanda naar Tanzania getrokken en heeft daar gewerkt als dagloner op de sisalplantage. Maar die sisalplantage is op een gegeven moment in 1983 is die gesloten. Omdat ze hadden toen een dieselgenerator, een heel groot 6-cilinder ding, en dat ging kapot. En er was geen geld om dat te repareren, want er was wel een manager, maar die had zijn zakken gevuld en er was niks gereserveerd. En zo gaat het heel dikwijls in Afrika. Dan gaat de dieselgenerator gaat kapot en dan wordt de sisalplantage wordt gesloten. Er lag rails op die plantage waar een locomotiefje reed met wagentjes erachter om die bladen van de sisal te vervoeren. Dat werd gewoon van de ene dag op de andere werd dat achtergelaten. En de mensen zeiden altijd, God, toen we op de sisalplantage werkten, toen hadden we het goed. Toen werden we elke zaterdagmiddag werden we betaald. Elke zaterdagmiddag betaald. En het mocht allemaal op. Dus het was elke zondag feest, want maandag gaan we weer werken. Ja, ja. En dat was het grote probleem. Een van de problemen die we hadden was werkgelegenheid. Ik heb dus ook een huis gebouwd. Ik heb ook een middelbare school ben ik begonnen. Maar ik heb een huis gebouwd en daar had ik soms 100 mensen in dienst. En die betaalde ik elke avond uit. Ja, dat was vervelend. Want ja, dan moet je ook klein geld hebben. Ja. Dat op een gegeven moment, ik had geen niet voldoende. Ik zei, weet je wat, jullie, 1, 2, 3, 4. Hier, 10.000 shilling. Samen delen, hè? De volgende. Want iedereen, 2.500 shilling. Ik had dat geld wel, maar niet in die kleine coupures. Dus en dat, op een gegeven moment komt de politieagent, die komt naar me toe. En die zegt, Harry, je komt bedanken dat je de huis aan het bouwen bent. Ik zeg, ja, maar dan ga ik wonen, niet jij. Nee, zit hier, maar omdat jij die 100 mensen in dienst hebt, en die mensen krijgen geld, die mannen, die komen om 6 uur thuis als ze van jou komen, die wassen zich en die gaan naar de kroeg. Hè? Die gaan een pot bier drinken, die kost lokaal bier van suikerriet gemaakt, dat weet ik, in centen is het misschien een stuiver. Maar als ze er 2 op hebben, dan zeggen ze, het is 7:30, ik ga naar huis, want ik ga eten en dan ga ik naar bed, want morgen om 7 uur moeten we naar Harry toe om te werken. Hij zegt, het is zo rustig,
zoveel rustiger als eerst, toen er niks te doen was. Toen gingen ze ook naar de kroeg. Maar dan ze hadden geen geld om bier, maar ze zaten wel in de kroeg. En dan werd er gevochten en dan werd er gescholden. En ik heb denk ik elk jaar, want dat deed ik ook nog, elk jaar heb ik wel iemand vanuit de kroeg gewond naar het ziekenhuis in Samen moeten rijden. 35 kilometer, midden in de nacht. Dan werd er eentje gestoken door de slager met een mes. Dan werd er eentje door een Maasai met een speer in zijn donder gestoken. Elk jaar wel iemand die zo met vechtpartijen. En dat was veel minder, zei de politieagent. Want ze moeten naar bed, want morgen moeten we weer werken. Alles hier in dit fraaie atelier heeft natuurlijk een achtergrond, een verhaal. Ja, ja. Zo ook dit jasje. Ja. Nou, op een gegeven moment, ik denk een jaar of... De Toetje was al overleden, dus het moet in 19 geweest zijn, denk ik. Toen was Finn Baltussen uit Oplo, die was voor een verhaal op het cultureel café. Het cultureel café was één keer in de maand, donderdagavond, bij de Heksenboom. En Finn Baltussen die bemiddelde dus in colbertjes die je kon laten maken naar je eigen ontwerp. En toen dacht ik, god, dat is leuk. Dan ga ik eens kijken of ik iets van de schilderij van Toetje kan laten printen en daar een jasje van laten maken. En dat is dit geworden. En dit is het schilderij wat we toen uitgekozen hebben. Wat Toetje gemaakt heeft, schilderijtje. En ja, ik had ook andere, maar ja, goed. Dit vond Finn ook een heel goed model niet, maar een heel goed ontwerp. Want hier staat bijvoorbeeld Toetje, ondertekend. En dat staat hier ook. Kijk, hier staat ook Toetje, zie je dat? Trouwens, hier staat het ook. En deze colbertje, is dus hetzelfde. Dus hier heeft hij een foto van gemaakt. Dat is geprint op een lap stof. En van die lap stof is weer een jasje gemaakt. En hier aan de binnenkant heeft hij een embleem. Painted Jack, printed by Mama Toetje. Zo werd ze door kinderen genoemd in Tanzania. Ja, nummer 1 heb ik. Ja. Ik had er ook 100 kunnen bestellen, maar dat werd me een beetje te duur. Maar nummer 1 heb ik Harry Simons. En ik vind dat heel leuk. En hoe noemde ze mama? Wat zei ze tegen jou? Ja, ze werd Toetje genoemd. En nou zal ik dat maar verraaien, dan weet heel de dorp het ook. Maar ze heette eigenlijk Truus. Ja. Want haar oma heette Truus. En zo ging het vroeger. Ja. Mijn opa heette Harry. Waarschijnlijk jouw opa heette Theo. Of een oma heette Theo. Ja. Ja, is het nou? Maar dus ze heette Truus. Maar toen kwamen wij in Tanzania en de kinderen zeiden, hoe heet jij? Ja, Truus. Ja, Truus. Toen zei een meisje, ik weet het, wij noemen jou Toetje. Mama Toetje. Dus in Tanzania was het Mama Toetje. Toen kwamen wij terug in Nederland. En toen hadden we hier in Nederland een minister, Ruding. Ruding. En een bankier was dat. En die hoorden we op een gegeven moment op televisie zeggen dat de Nederlanders te lui waren om te werken. Want ze zaten liever bij tante Truus achter de geraniums. Nou, dat was niet best. Een week later zagen we op televisie Sugar Lee Hooper. Zo'n grote kale zangeres. En die had een klein hondje zo, onder de tiet. En dat hondje heette Truusje. En nou wil ik geen Truus meer heten. Nou wil ik weer Toetje heten. Ja. Nou, dus sindsdien is het Toetje. En hoe noemde ze mama? Wat zei ze tegen jou? Nou, mama betekent mama. Ja. Maar mama betekent ook mevrouw. Ja. En ik heette Baba. Baba Harry heet ik. En Baba is vader. Maar betekent ook een beetje familiair meneer. Kijk, je kunt ook mzee zeggen. Als ze jou zien, dan zeggen ze mzee en dat betekent oude man. Dat zeggen ze tegen mij ook tegenwoordig hoor, maar Baba Harry en Mama Toetje was het. Kijk, en de achterkant van het jasje is ook zo. Zie je dat? Hetzelfde jasje. Ja. En ik vind het heel leuk. Nou doe ik zo, maar dit is ook weer twee streepjes die met de hand met het signeren van Toetje te maken hebben. Hier staat het ook weer. Dus. Ik heb het niet dikwijls aan, maar ik vind het wel leuk. Ja. Wel leuk. Een mooie toevoeging. Ja. Het hele verhaal, ja. Dankjewel. Ja. Ja. Harry Simons zou nog veel langer kunnen vertellen. Dat voelen wij wel aan, ja. Ja. Maar in ieder geval heel veel bedankt voor al de rijke ervaringen uit je rijke leven. Oké, goed zo. Vond het leuk om te doen.